Ik ga op nee, die knop denk, drukken. Ik, ik ga op nee, die nee, knop nee, drukken. Nee, het is te dat... verleidelijk. Ik druk! Hallo mensen van AXD, en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol, en vandaag zitten we weer in de Minecraft Underground Survival, de serie die het meest gelijk wordt van de hele wereld. Is eigenlijk niet zo, maar het zou uh, grappig zijn. Het zou leuk zijn, toch? Ik bedoel, <coughs> we zijn ondergronds in de Minecraft-wereld. En ons doel is om naar boven te gaan. Om naar boven te komen. En wat we daarvoor nodig hebben zijn vier codes: een uh, groot gigantisch kasteel. Allemaal shit wat we nog gaan tegenkomen, en allemaal hints, en trucs, en dingen, en vijanden en monsters. Ik neem jullie mee. Naar dit avontuur, en vandaag zitten we weer in de wereld zoals je ziet. Ik heb me even mijn helm afgedaan zodat je mijn kopje even ziet. En als ik dan voor me kijk, dan zie ik daar een gebroeder, Knol. Gegroet, Enzo Knol. Gegroet, mijn broeder. Hé hey man, gezellig dat je er weer bent. Ja, ik ben uh, heel erg blij dat ik er weer ben. En volgens mij is er ontzettend veel veranderd. Nou, niet ontzettend veel, een beetje. Een Als je namelijk rechts van je kijkt, zie je dat we nu een doden aantal lijst hebben. Oh, shit. Oh, zijn wij de enige, enige die een keer dood zijn gegaan? <laughs> ja. ja, wij zijn de oh. enige, ja. Ah Ja, dat is niet zo best. Nee, dat is niet zo heel erg goed. Maar dat maakt niet uit. En ik heb ook een opdrachtenmuur. Die is hier. Ah, heel erg leuk. Ook leuk. Ja. En uh, het zwembad uh, was er, maar dat is nou weg. En dat moet ik ook nog steeds maken. Er uh, moet nog best veel gedaan worden, hoor. En je hebt uh, je eigen kistje. Dat heb ik hier. Oh, heb ik gewoon mijn eigen kist? Ja, net zoals de vorige keer. Uh, oh, even kijken, ja. waar staat die? Top, hier zo. Ja, die. Ja. En zo is Het is allemaal van jou nog. Heel erg nice. Leuk hè? Ontzettend ja. leuk. Nou, we hebben niks eruit gejat. <coughs> Eén of twee dingen. Maar we hebben niks eruit gejat. En uh, niemand heeft er aangezeten, dus dat is heel fijn. Je mag niet in Anderman's kisten. Dus oh, blijf, okay. blijf van Jeremy's en Harms kist af. En iedereen is kist. Waarom okay. zit je alle kisten open? Hou eens op. Ja, ik heb hout nodig, man. Ja, dat, dat staat gewoon op hier zo. Ehm. Um, eh. Uh, waar staat het nou? Ja, waar is dat hout, hè? Dat. verliefde uh, hout. Waar staat dat geen, nou? Er is geen hout meer. Er is toch. Hè? Je moet je moet mij weer heilige boomjes oh, laten planten. Nee, nee nee hier woed houten ah, dingen. Je ziet het gewoon helemaal over het hoofd. Oké. Okay. Nou ja, uh, maak wat armoor voor jezelf. Kijk in die resources kist daar helemaal links achter bovenin. Uh, ja. Terwijl jij oude armor maakt voor jezelf en een Diamond Pickaxe Fix voor jezelf, want ik heb gewoon genoeg diamond, ga ik even de allereerste reactie doorlezen van jullie. En die allereerste reactie komt van Renate Pladet En die zegt: Milan, misschien een tip voor die opdrachtenmuur. Je hebt nu die normale Diorite blokken in die gaten gestopt. Maar je kunt ook die Diorite blokken anders maken. Je doet vier van die normale Diorite blokken naast elkaar. Net zoals je bij een crafting table doet. En dan krijg je mooiere blokken. Like zodat Milan dit ziet. Nou, ja, ik, heb het like like ik heb het gezien. Uh, dus wat moet ik doen? Dieride blokken. Uh, dat moet ik even pakken dan. En dan? Want ik vind het een leuk idee. Dat gaan we meteen doen. Even kijken. Uh, re, uh, resort. Nee, blocks, blocks. Hier zo. Dieride, Deel oké. En dan pakken we daar vier van. En dat moet dan in een crafting table. Denk ik. Of dat kan ook gewoon in je normale crafting. Oh. Dan krijg je inderdaad veel mooiere, egalere blokken van. Dan zijn ze gepolijst. Jazeker. Dat is mooi, man. Ja, ah. Minecraft is niet altijd vierkant. Oh ja, dat wel. <laughs> dat inderdaad wel. Het is wel lering. altijd vierkant. Hoppakee. Nou, die andere waar die signs nu staan, dat doe ik een andere keer wel. Ik kan nog even een klein beetje uitbreiden. Het ziet er wel mooi uit. Ik, ik begrijp je reactie. Het is een hele fijne reactie, dankjewel. Gaan we door naar de volgende reactie. En die komt van Donika Maliki. En die zegt, Milan, maak de boekenkasten in het dorpje kapot, dan krijg je boeken en dan hoef je geen sugarcane's te gebruiken. Like ze dat Milan dit ziet? Nou... Geluk voor jou. Ik heb het weer gezien hoor. Hey! Nou, we gaan uh, even naar die boekenkasten in het dorp. Kom je mee en zo? Je ja, ik kom met jou heb je deze ex? Heb je een X? Ik ben ex? heel erg benieuwd. Uh, pff, ja, genoeg. Ik heb een hele kleine X die bijna kapot is. Dat is niet echt uh, chill, maar ik zal misschien even een Iron X moeten maken. Dat is misschien beter. Ja, wanneer leer je dat nou? Maak gewoon goede stu stukken tools. Oh, jij hebt die sticks voor me weggepakt. Ik denk ook, ik had toch sticks gepakt? Eh, eh, eh. Kun jij even... je even teruggestopt? Ja. Jezus, je kan toch ook gewoon voor mij dan een ex maken? Hè? <laughs> Kijk nou, jij dan lopen met die ex en dan heb ik niks. Oh, ho, 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 oh, ho. doe eens niet zo brutaal. Wat ben ik allemaal aan het doen? Ik weet niet eens hoe ik een ex maak. Oh, Jezus, wat ben ik aan het falen? Laat mij eenmaal maken voor jou. Wacht, nee, wacht. Nee, nee, nee. Ik kan het zelf. Als je het al niet eens in het begin wilde, dan hoeft het nu ook niet. Milan, je kan je eigen luier nog ineens verschonen. Zo, hè, hè? Ik heb hem. Fuck you, man. Nee, ik heb meteen twaalf exen gemaakt. Oké, okay, hartstikke fijn. Hebben we helemaal niks aan. Heb je dat serieus gedaan? Nee, toch? <laughs> nee, 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 ik heb er maar twee gemaakt. Oké, okay, gelukkig. Oké, okay, uh, we moeten even die boekenkast uh, pakken. Ik doe ze lekker in iemands anders' kistie. <laughs> is ook niet helemaal de bedoeling en zo. Oh, maar kijk, geven is toch altijd beter dan nemen? Uh, ja, 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 dat is waar. Alleen niet in deze aflevering. Oké. Okay. Oké, okay, we moeten zorgen dat de villagers niet ontsnappen, dus kom erin. Oh, ja, ja. Hoppakee. Wat en dat gaan, gaan, we we even... gaan we ruilen. Nee, hey, die boekenkasten gaan we slopen en zo. Oh, want die hebben we nodig. Oh, maar heb je silk touch? Uh, nee. Oké. Okay. Heb ik niet. En waar hebben we die boekjes voor nodig dan? Uh, voor papier? Ja. En uh, papier ja? hebben we nodig voor... Ja, kut man, dat was toen uh, in de aflevering. Kut, ik ben het vergeten! Heb je geen sugarcane's dan? Ah, nee, dat is juist het moeilijke hieraan. Ik heb geen... <laughs> ik heb geen sugarcane's. Man, waarom heb je geen sugarcane's? Omdat het ondergronds is. Je kent niet alle resources, man. Het is Vond, echt heel man. lastig ondergronds om resources te krijgen. Ja, dat is waar. dat moet je een cave tegenkomen met sugar canes. Ja, inderdaad. En ja, kom dat maar eens tegen. Ook nog met sugar canes. Ja, 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 Kom ik weer in de survival? Heeft hij het hier over? Ja, ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. <laughs> oh, hou <had> je vol. <laughs> Oké, okay, ik, uh, ik gooi die boeken dan even gewoon in een kistje en dan ga ik een andere keer wel mee verder. Ik weet bij god niet meer waarvoor ik ze nodig had. Oh ja, dat was volgens mij om te ruilen voor iets en dan... Hadden we iets. Oh, kut. we hadden het ergens voor nodig. Ik weet het oh, maar dan zeker, kunnen we maar... met een villager ruilen en dan kunnen we iets krijgen. Ja, zoiets was het. Maar we komen er nog wel achter, want ik heb nog meer reacties. Volgende comment komt van Kaylee Proenings. en die zegt: Milan, als je een diamond pickaxe hebt en je doet er diamant bij, dan repareer je hem wel. Maar een nieuwe maken is dan goedkoper qua diamonds en levels. Behalve als er een enchantment op zit. Dat klopt inderdaad. Als je een diamond bij doet in de envel, dan doe je er drie bij en dan is hij nog niet heel. Dus dan is hij inderdaad du uh, duurder. En kun je beter een nieuwe maken. Dat klopt inderdaad. Dat is mijn fout geweest. Vorige keer heb ik iets te veel uitgegeven. Maar ja, ik dacht, ik ben rijk en dan geef je alles uit. Maar dat is gewoon helemaal geen goede beslissing geweest. Gaan we naar de volgende reactie van Noortje? En die zegt: Ja, nou, Jezus, Milan. Ja, nou, Jezus. Er is een villager in het de, I don't give a fuck, tweede huis. <laughs> in het tweede huis in het dorp die een Silk Touch schept, verkoopt voor alleen maar vijf emeralds. En als je een diamond pickaxe een naam wilt geven, moet je diamond erin doen. Dan kan je het gewoon meteen doen. Oh ja, dat is wat die vorige mevrouw al zei. Maar er is een silk touch schep in het tweede huis, is wat zij zegt. Nee, dat is niet waar, want ik daar sta ik niet. nu. En als je vijf emeralds ruilt, ruilt dan krijg je geen, uh, geen silk touch schep, maar een fortune 1 schep. Dus als je dan een gravel weghaalt, dan krijg je niet één gravel, maar bijvoorbeeld twee of drie. Ik dacht het al, maar is dat deze meneer? Ja, maar je hebt wel dat als je 10 emeralds ruilt, kijk maar, dan krijg je een, een, een Iron Pickaxe enchantant. Of helemaal op het einde, kijk maar, zelfs een Diamond. Uh, ja, weet ik. Is leuk, maar ja, weet je wel. Ja, je, hebt, ja. je hebt er op zich niet echt iets aan. Behalve dat het wel gewoon Diamond is en snelle hak. Maar waar ik ja. hier achter ben gekomen bij deze mensjes, is dat hier kan je dus een boekje ruilen en 16 emeralds. Voor een Silk Touch boekje. En dan heb je dat wat ik vroeg, hè, een Silk Touch. Ja, en daar was het toen voor nodig, want ik heb een silk touch schep nodig. Oh, en waarom heb je een silk touch schep nodig? Omdat ik dit dirt moet weghalen, omdat het een grassblok moet worden. En dan heb ik de grassblok nodig voor onze dierentuin. Oh, want je hebt per se een grassblok nodig voor je dierentuin? Ja, zodat die schapen kunnen eten, zodat er weer vacht bij komt. Oké, okay, nou waar, waar heb jij dan emeralds? Nou, volgens mij was ik daarmee bezig. Want hoeveel emeralds heb je nu? Laat ik het weer zo zeggen. Dat is een goede vraag. Maar mevrouw, want ik ga Noertje. Ik want ik ben hier in de 5 om te helpen, ja? Ja, dat weet ik wel. Maar Noertje, je had het fout. Het is geen Silk Touch. Het is Fortune. Maakt niet uit. Kan gebeuren. Uh, even kijken. Uh, emeralds. Die heb ik ergens in de resource. Ja, hier. 16 heb ik er, man. 16, man. Hé, hey, dan kan je het gewoon al fixen, joh. Ja? Ja. Alleen... Kom met mij mee, waar de fuck moet ik heen? Okay. Ja jij ja, ja, zat ook echt zo om je heen te lopen van... <laughs> ja. Ik heb geen idee. Ik wist niet meer waar het was, oké? Okay? <laughs> ja ja, kom hier en ruil met deze, met die dikke neus. Ja? Ja en geef hem één boekie en daarnaast negen emeralds, dan heb je een silk touch. Ja jij was net aan het ruilen met hem, rechter hè, die rechter neus. Ja die rechter, die heeft de dikste neus. Oh ja, die boek heb ik nodig. Oh ja en daarvoor had Precies. ik dat boek nodig. Mag ik even ja. een boek, ik heb die boeken weggetiefd. Oh, oh, hier je hebt er maar eentje nodig. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh ja, dit was alles wat en dan, en moet ik. En hoe, hoe... dan moet ik het er nog op zetten. Ja, dat is niet zo moeilijk. Uh, daar ga ik jou ook bij helpen. Dus dan het enige wat je. Ik ken hem! ja. Score, oké, okay, ik voel me nu al. Uh, Waar de fuck, uh, fuck ben je? Oh daar. Nuttig. Als we nu naar een anvil gaan, die zag je... Oh die ik heb ik, maar. ja die heb ik hier. Nee, kom maar, hierheen. Oh daar. Ik zag hem wel inderdaad ergens. Ja, hij is hier. Dit is echt fantastische anvil. Ja. Nou, als je dan daar je schep in doet, en dan daarnaast dat boekje, dan doe je hem op het scheppie. Ik heb, maar... een schep, ik heb een schep met Fortune 1. Oh ja, maar je moet geen Enchanted schep erin doen. Je moet een normale schep erin doen die nog niet Enchanted is. Oh, dan heb ik niks. Dus als je even een schep maakt, ik zou als, als ik jou was een Diamond schep doen. Ja? Want jij, je gaat een Enchantment erop doen, dus dat is best wel zeldzaam. Dus dan wil je hem zo lang mogelijk houden en dan is Diamond wel het beste. Ja. En wat ik dan ook zou doen als ik jou was, is dat... En dat, dat is echt even een hele goede tip voor jou... Ben, ik ben benieuwd of je dat al wist, kom maar mee. Als je het schepje hebt gemaakt, uh, ik kom eraan. Want. Oh, joh, je hebt ook allemaal dingen in de oven zitten, maar die zal ik er niet uithalen. Ik denk dat jij die levels beter oh ja. kan gebruiken. Ja, goeie, goeie, hele goeie, man, hele goeie, wow, hele goeie. Oh, 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 at your service, mine. Hoppakee. Ja, ik heb de schep, ik heb de schep, en nu? Oké, okay, Milan heeft de schep, mensen, ik haal Milan heeft de schep. Oh, okay, snel! Onderbuik! Wat, huh? <laughs> Ik dacht dat het een waarschuwing was. Nee, nee, nee. Kom met mij mee. Dan gaan we hier zo, uh, bij uh, dat n veldje Dan doe je eerst die schep helemaal links. en dan boek je in het midden. en kijk hoeveel levels dat geeft. en draai je daarna om. Oké. Okay. Of hoeveel levels je daarvoor moet geven. Oh, wacht. Helemaal links? Wacht even. Ja, dus als je het schepje links doet en het boek rechts. dat kost 4. En nog niet maken en draai het nu eens om. Ja, dat heeft volgens mij geen nut. Dat gebeurt niks. Nee, gebeurt niks. Oké, okay, geef hem dan maar aan mij. Okay. Allebei? Ja, uh, Want hier. Hier doe ik jou echt een plezier mee. Oh, dus aangezien, ik... je, aangezien jij die levels beter kan gebruiken dan ik, ja. um, maak ik hem wel voor je. Alsjeblieft. Ik was een plezier. Had, ik had vijf levels en nu hoef jij die vier levels niet af te doen. Ah, oh, en het is natuurlijk moeilijker hoe hoger level jij. Ja, ik heb nu level 15 namelijk en dan is het moeilijker. Ja, dan is het zonde. En ik heb zo level 5. Dus het is dus, uh, helemaal tactisch jongen. Hele goede. Maar dit is eigenlijk iets waar ik al drie afleveringen mee bezig was, weet je dat? Oh, nou kijk, Saan, ik ben uh, fixed. Kijk, okay. en nu hebben we gewoon een grasbonk. Oh, en ik okay. ga er gewoon meteen meer pakken. Fuck die shit. Ja, doe dat gewoon. Kijk, en nu gaan we naar de dierentuin. Kom je mee? Fuck die shit. Oké, okay, ik kom met je mee. Gaan we naar de dierentuin. Ik noem de dierentuin. Oh, ik heb nog niet eens een naam voor de dierentuin, guys. Jongens, ik heb oh. nog geen naam voor de dierentuin. Oh nee. Oh, oh. Wat nu? Nu niks uh, eigenlijk. Ja, hier weet ik nog wel dat je, dat, dat je wat diertjes had. Ja, kijk. Hoppakee. Ah, kijk. Ja, nu is het al genoeg, joh. Ja, weet ik, maar ik doe ze gewoon meer. Want ik bedoel, ja, hoe meer, sneller. hoe leuker en uh, alles. Je weet, je, weet, je weet het zelf. Ja, het ziet er goed uit, man. Zo, top. Kijk, en ja, nu kunnen ze weer fuck. vreten. En dan krijgen ze gewoon weer uh, vacht. En uh, die uh, koeien heb ik niet gedaan. Ik weet niet waarom. Fuck it. En dat ja. was het. Ja, dat was het. Nou, dat was het, luidjes. Doei. Wacht even, waarom heb ik die koeien niet gedaan? Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom ik die koeien niet heb gedaan. Gewoon overgeslagen. Ja, what the fuck, man. Sorry, sorry, koe. Sorry. Maar misschien deed je me iets te veel denken aan mijn ex, weet ik veel. Oh, nee! Koe... Oh! Er is een kool Gooi hem terug! Gooi hem terug! Nee, er gaat er nog één al door! Hij komt terug! <laughs> Jezus, ik had die opmerking nooit moeten maken. Dat is karma over die ex. Ja, ik sorry. Heb eentje heb ik erin. Ex, het spijt me. Ik ja, laat meen mij maar het doen. niet. Ik kan communiceren met koeien. Echt? Ben je een koeienfluisteraar? Hoppakee. Oh, je sloeg <laughs> hem! <laughs> dat is mijn Bertha. Ze staan er wel allebei in die Bertha's. Jesus Christ. We een verhalen hè, Dick? Kijk, en dit is zo raar. Deze paard zit vast, of dit paard zit vast aan een aan, aan, aan leash, maar je ziet de Lies niet. Ja, dan moet je hem gewoon even één keer hitten en dan gaat ze wel los. Ja, als je hem opnieuw doet, dan uh, is hij ja, weer vast. Hop, okay. ja, ja. Ja. ja, heel weird is dat. Maar oké. Okay. Uh, Minecraft, weet je wel. Blokjes, alles werkt niet goed. Uh, volgens mij heb ik nog een reactie, dacht ik, hoor. Moet ik even voelen aan mijn water. Ja, ik heb nog een reactie. Hannah Klee, ja, die zegt... Midden! Dezelfde X en Y als het dorpje waar je was. Zonder likes, zodat men het ziet, maar wel 181 likes. Dankjewel. Um, wow. Zelfde X en Y als het dorpje waar je was. Ik weet wat je bedoelt. En Enzo, nu gaat hij komen. Want we ja. hebben nu al iets heel fucking vets gefixt. Let op. Ja. Ik ja. ben, vorige aflevering met Don, Don Irino, uh, ben ik, uh, heb ik een dorp gevonden. Een dorp. Een episch oh, moment. Gewoon een nieuw dorp. Juist, ja. een episch moment was dat, een dorp. dorp en daar vonden wij code nummer drie. Je mag in deze kist kijken. Code de nummer code drie nummer vonden drie. wij daar. Ja. Zoals u ziet. We missen nog één code. Ook vonden wij dat linker papiertje, dat linksboven. En daar staat zelf de x en y, andere z. En ja. ik, ik begreep niet wat ze bedoelde. Ik zat van, wat is de bedoeling hiervan? Hetzelfde X en Y, andere Z, wat bedoel je? En nu zegt die persoon dus, hetzelfde X en Y waar, het, als in het dorpje waar je was. Je moet alleen de andere Z zoeken. Daar moet je heen. Ja. Ah, nu maar snap ik hem. Maar natuurlijk, Milan. Maar natuurlijk. Ja, dus nu snap ik hem. Dus, nou moet ik naar waar de fuck ik was. En dat was een van deze twee papiertjes, ik weet niet meer welke. Oh nee, dan ben ik dat weer vergeten. Oh nee, oh nee. Jee. Oh, nee. Rone, Vol ja. Volgens mij was het. Oké, okay, wacht. Zullen we er gewoon erheen gaan en dan zien we het wel? Ja, is goed. Hier, Fortune Shovel. Ik weet niet wat je eraan hebt, <laughs> maar doe je ding. Ja, dankjewel. Volgens mij was het hierheen en dan hier dit bok eindlopen. Dacht ik. Ja, wel, ja. om naar het dorp te gaan. Ja, om naar het dorp te gaan dat ik toen. Oh ja, ja ik weet het alweer. Ja, en dan kom ik op een gegeven moment bij de duizend. En dan uh, loop ik helemaal rechtdoor, en dan rechts af, en dan. Ja, da ja, ik weet het alweer. Ja. Ik ga je inhalen. Hoeveel. Uh... Oh, ja, inderdaad. Hoeveel uh, uh, eten heb je bij je? Ik heb nog oh. vijf broodjes. Oké, okay, ja, ik heb nog veertig meloenen, dus. Uh... Oh, joh. Ik kan je nog wel wat gunnen. Gewoon springen voor het leven, ja. Nee, ja, fuck die shit. Alleen, ja, ja. ik heb niet heel veel eten, dus ik weet niet of het wel fuck die shit is. Dat zeg ik nu wel, maar liever niet. Hé, hey, wat staat hier? Ja, dit is de Z1000, oh, dus hier moeten we rechts. Oh, dat heb je ook gewoon neergezet? Ja, zodat ik weet hoe en wat. Ja, geniaal. Dat heet slim zijn. Voorbereid ja. bedoel ik. Jong. Wat doe je? Even deur hakken. Waarom? Ja, voor later. Dat heet slim zijn. Ah, voor als je moet klimmen, of uh, zakken, of dalen, of uh, bewegen. Zak, zak, zak maar lekker door. Door, door. Zak, zak, zak. Zak, 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 zak maar lekker door, door. Door, door de zak van Sinterklaas. Klaas. Oh nee, 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 nee laat maar. Dat is weer iets anders. Ja, nee. laat maar. Doe maar de zak van, Sint, uh, van de kerstman, dat komt wat beter uit. Wat dan? Ja, gewoon. Die heeft blauwe ballen, bedoel je? Nee, 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 nee dat zul je later wel zien. Kerstballen. Kijk, gewoon rechtdoor, hè. Kijk, kijk, ja. kijk, 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 kijk. Dit is de muur van het dorp wat ik heb ontdekt. De Chinese muur. Waar de fonk ben je nou weer? Ja, ik ben er bijna. Waar de fonk ben je nou weer? <laughs> ik ben hier. Jezus, oh shit. Oh nee, een zombie. En de zombie valt de villager aan. Hou eens op man. Oh wat? Dat moet niet gebeuren. Kap eens even. Verdomme. Hoppakee. Okay. En dan pak jij het xp op? Hoppakee. Level 3, let's go. Jezus. Oké, okay. uh, Blablabla, bla. hier ben ik geweest. Ik heb die, uh, de meeste van die villagers allemaal gecheckt. Uh, ik zie hier een texture pack, bug. Wat is dit voor uh, ding? Wat is dit voor geval? Oh, dat is gras. Oké, okay. gras hem bij mij nu. Fijn, okay. top. Hartstikke Spreemd. leuk. Nieuwigheidje. Wel een mooi dorpje hoor. Ja, leuk dorpje hè. Ik heb alleen ja. nog niet in dit huis gekeken, of wel? Hier is ook een chest, ja. Oh, hier zijn ook allemaal bonkies. Oh. Zitten er ook allemaal spullen in? Uh, ja, hier, ja, nou ja, villagers heel veel. In elkaar weer natuurlijk, zoals altijd. Uh, oh, maar kijken. wacht, misschien helpt dit ook. Ik heb een fortune... Um, oh nee, wacht. Heb jij die silk touch nog? Uh. Heb je dat scheppie bij je? Ja, ja, ja. Oké, okay, kom eens hier en naar binnen en haal eens zo'n boekenkast weg. Oké, okay, kijk met, of je, er meer uitkomen. Nee, niet meer. Kijk! Oh! Gewoon de hele boekenkast. Zo! Hey! Handig! Ja, dit is echt super handig, want nu kan jij gewoon die boekenkasten... Want als jij een boekenkast kapot maakt, dan komen er nooit zoveel boeken uit om ook echt daadwerkelijk een boekenkast te maken. Ja, dat klopt. En uh, als je een table en dingen en zo, en dan heb je dat nodig. Ja, dus op deze manier kan je super makkelijk die boekenkasten allemaal verzamelen. En dan uh, hoef je niet zo moeite te doen om ze daadwerkelijk zelf te maken. Ja, jongen, ik wist niet dat jij zo, zo useful was in deze serie, om heel eerlijk te zijn en zo. Hey, hey, hey. ik draag mijn steentje bij. Alleen zijn het boeken in dit geval en geen stenen. <laughs> nee, dat is waar. Er ligt hier allemaal water boven, joh. Water? Ja, allemaal water boven. Water? Ja, gewoon water. Ja, ik zag allemaal druppels naar beneden vallen. Oh. Dus ik denk... Ja, het is uh, denk ik net onder zo'n uh, grote rivier gebouwd of zo lijkt het wel. Ja, er is hier allemaal water boven. Ja, verder niks hoor. Maar... Het plafond lekt inderdaad, dat klopt. Ja. Uh, maar, maar, nu komen we even op uit dat, uh, uh, op dat briefje wat ik uh, eerder zei. Ja. En dat is um, uh, dezelfde x en y, andere z. En het ja. papiertje hing hier. Ik weet niet waar je bent. Ja, ik kom eraan. Het papiertje hing hier aan de deur. Dus als dit dan dezelfde x en y is, 304 en 1002. Ja. Dan, uh, sorry, x en y. Dus dan is het 324. Dan is de z. Uh, die kant op of die kant op anders. Dus dan zou ik hierheen moeten hakken. Of die andere kant op. Ga eens naar het dorpje toe kijken. Meer naar het dorpje toe. Ik ben al bij het dorpje. Ja, blijf maar staan daar. Wat dan? Ja, Tussen? blijf nu staan, blijf nu staan waar je staat. Ja? Oké, okay, kom ik, ja. Oh, <laughs> hey. hey! <laughs> ik hoorde al ineens blokjes boven. Ik denk, wat <laughs> Oké, okay, dus um, wat, hier hing de um, hier, hier uh, sign. Of de paper. En ah, zo. Verneuk het nou niet? Want dit is even een makkelijk punt om te checken waar het ook weer hing. Oh, ik dacht, we nemen mee. Dan kunnen we er later wat leuks in hangen. Zoals een schep. <laughs> nee, ja, het is inderdaad heel leuk. Maar ik wil het even voor. Kijk, het doel is om natuurlijk uiteindelijk vrij te komen uit deze wereld. Dus ik moet die codes oh. hebben. Oh, oké. Okay. Dus uh, die kant op. Of uh, achter het huis langs, die andere kant op. En wat zullen we dan vinden? Zullen we dan een nieuw uh, dorp vinden of zo? Uh, ja, dan komen we een nieuw dorp tegen voor de laatste code. En als we alle vier de codes hebben, kunnen we op zoek naar het kasteel. En dan moeten we waarschijnlijk met monsters vechten en dan komen we vrij. Oké, okay, dus je moet naar het kasteel zien te geraken. Ja, en het kasteel daar kan ik alleen in, of, of kan ik alleen uit uh, als ik die codes heb. Oké, okay, ja dat begrijp ik. Ja, dan, dan moeten we dus uh, of naar uh, deze kant of de andere kant. Ja, maar welke kant gaan we kiezen? Want jij bent de gast, jij mag kiezen. Waar gaan we heen? Gaan we... Ja, ik ben hier al bezig, dus ik vind het uh, prima om deze kant op te gaan. Oké, okay, dan zullen we een beetje stripmine-achtige shit doen? Dan uh, pak ik gewoon deze. Ja, twee ernaast, dat is goed. Oké, okay. oh, dan gaan dan... we gewoon doen. J jij hebt een diamond pickaxe, dus je zal wellicht wat sneller zijn, maar dat geeft niet. Waarom heb je geen diamond gemaakt? Oh ja, ik dacht rustig met de resources en zo. Ik maak gewoon iron. Nee, nee, ik zei al: van pak maar diamond, we hebben genoeg. Oh, heb je dat allemaal al gevonden met mine, joh? Ja, joh. Jer ja, Jeremy. Jeremy heeft alles, alle diamond voor mij gevonden. Ja, serieus? Ja, Wees ik had dan? één aflevering en toen was het echt van: oké, okay, Jer, ga jij die ene kant op, ga ik de andere kant op. Succes! En ik was alleen maar in een, in een gang aan het hakken. En Jeremy was: Oh, diamond! En echt twee, twee seconden later: Ah, diamond! Ah, diamond! <laughs> alleen maar, jongen, dat was echt niet normaal. Oké, okay, well. Dus uh, toen begon hij helemaal te lachen en toen zei hij... Oh, een cave! Oh, what the fuck, diamond! Ik was, en ik zat nog steeds in diezelfde gang te hakken en te hakken. <laughs> ja, <laughs> dus soms ik zei, heb je dat. Ja, dus ik zei, nou, leuke aflevering, jongens. Uh, Jeremy heeft het leukste, maar die neemt niet op, zijn beeld. Dus, uh, <laughs> geweldig. <laughs> ja, nee, dat heb je soms. <laughs> ja, dus ik ben maar snel naar Jeremy's kant gegaan en toen heb ik hem geholpen. <clears throat> geholpen. En wat diamonds uh, van hem gepakt. Maar hij heeft uh, de meeste diamonds uh, van, deze, uh, van deze hele serie al uh, gefixt, ja. Dat doet hij goed. Mijn iron pick is bijna kapot. En dan heb ik gewoon niks meer. Uh, ja, dan moeten we even terug, denk ik. Voor die, uh, voor die uh, diamond pickaxe. Of misschien kan je. Oh nee, maar ik heb geen emerald bij me. Ik zeg zeggen, misschien kunnen we wisselen, maar. Emerald bij je? Ja, om te switchen of uh, te ruilen met uh, villagers. Oh, zo, om iets nieuws uh... Te ja. Hé, hey, maar heb je hout bij je? Um, nee, maar dan kun je wel hakken hier van je huis af. Ja, ja, ja. Dan, dan maak ik wel even eentje snel, een nieuwe. Heb je diamond bij je dan? Nee, nee, nee. Maar ik heb gewoon iron en dan doe ik dat even in de oven en dan smelt ik dat. Want ik heb al. Oh, ja, cool. ja. oké. Okay. Dan maak je, als het helemaal luxe is, dan hebben ze hier ook ergens een oven staan al. Ja, dan, ze uh, hebben gewoon ovens in het huis hier. Echt? Ja. Oh, chill. <laughs> oh, dit is wel heel erg nice. Oké, dat is dan wel weer het voordeel van zo'n underground uh, survival. waarin je een soort van storyline hebt. Dat je gewoon de villagers kan gebruiken als hulpmiddel. Ja, en dit is en echt de dorpen. Zo. Dus je, je sloopt eigenlijk het. Eigenlijk is het best wel egoïstisch. Je sloopt gewoon het hele dorp van een villager waar hij gewoon woont. Van hé, denk voor de boeken, hey, Hé, ik hem later. Hey. En je plukt echt letterlijk alles leeg. Dus je bent echt een kaart dief. Ja, maar en, ja, soms, soms moet je wat dat betreft dan even egoïstisch zijn. En dan heb je je gewoon nodig. Ah, oh, ik heb iets gevonden. Wat heb ik gevonden? Ik weet het niet. Het is een. Oh, het is een. Um, een soort cave? En uh, noem je dat? Zo'n uh, valley? Is zo het een. Uh, is het een mine Nee, nee, nee. Zo'n uh, zo grote schacht, zeg maar. Nee, hoe noem je dat? God, hoe noem je dat nou? Zo'n valley, zo'n ding. Zo'n uh, god, 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 god. Vallei? Ja, iets achtergezit. Oké. Okay. Weet ik veel hoe je dat noemt, man. Ja, zo'n hele grote spleet, zeg maar. Ja, ja. Zeg maar, zo'n vaginale Minecraft-vierkant. Ja, dat heet de spleet. Oh. Nee, ik heb geen idee, maar het klinkt wel leuk. Oh, en ik val ineens in een cave, oké. Okay. Ik heb wel wat eten nodig voor jou, als het kan. Uh, ja, dat kan wel. En hier moet je nagaan, ik ben nu alweer level 7. Oh, nice. Ja, je, je hakt ook die kool weg, daar zag ik. Ja, ja, daar heb ik wel wat, wat XP van gekregen, ja. Dus Zou ik al het iron ook nog uh, gewoon minen, ja toch? Uh, ja, ik, uh, ik doe het niet meer. Ik, ik weet niet hoeveel ik dat nog nodig heb. Ik bedoel, ik heb al armor, ik heb al shit, dus... Dat is waar. Jij ja, je hebt natuurlijk meer diamonds nodig. Ja. Ja, diamonds, diamonds zijn altijd handig eigenlijk. Ja, diamonds zijn er altijd welkom, dat is waar. Ik heb zelfs, omdat ik zo dacht van... ...'Hey, ik ben zo rijk, zo rijk ben ik nog nooit geweest in Underground Survival'... ...want dit is natuurlijk al de, de derde versie van de Underground Survival die ik doe in uh, drie jaar tijd. Ja. En ik ben al nooit zo rijk geweest, dus ik heb zelfs mijn uh, Diamond Pickaxe een naam gegeven. En die van Don ook. <laughs> dus ik dacht: fuck it, alles over de boeg. Ja, gewoon uh, fixen die handel als het werkt, toch? Ja, inderdaad. Waar ben jij nu? Ben jij nog in die gang? Ja, ik ben nog steeds aan het mine. Als het goed zie je straks mijn name tag. Maar ja, Iron hè? gaat niet zo snel. Oh, ja, misschien is het dan een idee. Ik moet anders om... even in jouw shift komen. Ja, kom even, kom even in mijn gang en dan vanaf daar gaan we weer verder. Oké, okay, is cool. Uh, dan heb ik het dus wel even wat eten. Wow, dat is echt niet normaal hoeveel dat verschilt, joh. Wow, inderdaad, een hele grote spleet hier. De spleet, toch? Ja. Oh, hoeveel heb je nodig? Ja, dat is wel genoeg, denk je. Alsjeblieft. Wow. Mijn niezen zijn altijd zo fucking hard, jongen. Ja, dat is echt niet normaal. Sorry. <laughs> dat geeft niet. Het spijt me. Maar ja, je bent het wel gewend. Ja, ik ben het wel gewend, ja. Dat wel. Wat, wat voor ding, zeg maar, bij mij ben je nog meer gewend? Als in, als je zeg maar mij tegenkomt, denk ik, oh ja, dat is echt typisch Milan. Dat is echt typisch Milan. Je flauwe humor. Ja. En de humor die soms iets te ver gaat. <laughs> ja. <laughs> nou, oh ja, ja, dat is echt zo'n Milan-grapje. En ja. wat nog meer? Dat is op zich al wel, wel een, uh, een, uh, een goede, ook dat je zo snel erop komt. Want als je erover na moet denken, dan is het niet meteen typisch. Dan moet je eerst iets ja. horen en dan denk je, oh ja, oh ja. Ja, ja dat is het. Ja, Dat is altijd wat, wat moeilijk te zeggen. Ja, dus wat je nu zegt, dat uh, ja, sounds, uh, sounds familiar. Ja, toch? Klinkt ja, Daar herken je je gelukkig zelf wel in. Ja, ja. ja, soms moet ik inderdaad even een rem erop doen en dan denk ik, oh ja, volgens mij was dit grapje ongepast. Een beetje te groot misschien. Ja, een beetje te eerlijk misschien. Maar ik vind ze wel leuk hoor, altijd. Altijd? Ja, vaak. <laughs> vaak. Ik moest me even herstellen daar. Ik wil net zeggen, ik zie je niet elke video van mij liken. Oh! oh shit. Shit. shit! Maar de Kerstman wel hoor, de Kerstman wel. Wat, wat bedoel je met de Kerstman? Heb jij uh, iets op camera of zo met een Kerstman? De Kerstman liked al jouw video's. Die blest jouw video's de hemel in. Oh, I'm blessed. You're blessed. Nice man. Milan is Dank je blessed nice. bij deze. Dankjewel. Ik maar, je wat, wat is er nog meer blessed? Wat we nu gaan vinden? Ik hoop het. Ik hoop dat we nu een dorpje of iets tegenkomen. Uh, ik ben namelijk al vaker verkeerd gegraven. Een verkeerde kant op. Of uh, gewoon helemaal op de verkeerde coördinaten gaan graven. Dus, uh, ja, want we gaan nu naar het noorden toe. Dus het zou ook zo kunnen zijn dat het in het zuiden is. Ja, dat klopt. Maar je weet dus wel dat het op de hoogte van 20 is. Dat wel. Nou, dezelfde x en z stond er toch? Of is het dezelfde x en i? Ik weet het niet meer. Zelfde... Ja, x en z is, is wat, wat beweegt altijd. De i beweegt alleen als je omhoog of omlaag gaat. Ja, dezelfde x en i, dus dan is het 320. Als je, als je 320. uitgaat van het. Oh ja. Ja, ja, dan klopt het wel. Ja, als je uitgaat van dat bordje wat we toen zagen. Ja, jij kan ook de andere kant op op zich. Want op een gegeven moment kom je een muur tegen, want we zitten in een hele grote kubus van Bedrock. Oh, serieus? Dus op een gegeven moment kan je niet verder. Nee, klopt. Ik ben al een keer het einde van de wereld zeg maar, tegengekomen. Ja, echt waar? Ja. Omdat je de hele tijd de verkeerde kant op ging. Ja. En toen ja. Uh, ben ik naar beneden gegraven. En toen kwam ik tot de ontdekking. <gasps> Wacht, ik heb iets gevonden. Wat heb ik gevonden? Wat heb ik gevonden? Het is weer de spleet. Is het alweer zo'n spleet? Het is weer de spleet. Het zijn veel spleetjes. Ja, want ik kan nooit iets vinden, na namelijk, want jij mij natuurlijk veel sneller. Ja, sorry. Man, ik wil, ik, wil, ik wil Columbus ontdekker zijn. Sorry, man. Dan moet je toch echt een paar jaren, honderden jaren terug. En ja, dan moet ik dus gewoon de andere kant op. Uh, ja, dat kan ook. Moet ik gewoon helemaal teruggaan? Dat kan ook zijn vruchten afwerpen. Er zijn echt al is. veel blokkeren gegaan, man. Holy shit, dat is niet normaal. We hebben wel veel gehakt, ja. Ja, echt heel veel lopen mij nou. Ja, klopt. Maar ja, dat is met underground. Je kan, je kan eigenlijk niet veel anders dan hakken. Wil je ontdekken, moet je hakken. Ja, dat is waar. Je kan nergens zo 1, 2, 3 heen lopen. Maar wat is echt nog iets wat je nodig hebt? Dus dat is die, die vierde kubus, zeg maar. Zodat je. Toch? Uh, ja. En, en als je die hebt, dan kan je verder. Je hebt verder niks nodig qua resources of qua andere items. Uh, niet dat ik weet. Ja, ik bedoel uh, Diamond Armor, omdat je misschien monsters tegenkomt. Ja, en dus misschien... Diamond kan nog wel een goed ding zijn. Ja, en misschien uh, wat enchantments op je zwaard bijvoorbeeld, of uh, op je armor, zodat je wat uh, beter, sterker bent. Ja. En uh, misschien extra Mankracht, dus dat ik uh, met één of met twee, ik weet het nog niet, uh, op, op, naar het kasteel toe ga zodat ik sterker ben. Nou oh ja, dat is misschien ook wel goed. Ik heb nog iets gevonden, maar dit is weer een spleet. Fijn! Minecraft zit vol met spleten! <laughs> Kom je allemaal spleet tegen? The fuck! Maar wat ik dus wil zeggen is: wat ik, ik ging toen naar beneden graven, weet je wel, bij het einde van de wereld. Ja. En uh, toen ging ik naar beneden en uh, zag ik ineens dat ik uh, onder de wereld uit kon. Dat was, uh, dat heb ik later nagevraagd aan die J.A.X. Games, de maker van de map. Ja. En toen heb ik hem geskypt van: Hey, luister, um, check even deze aflevering op deze minuut. Want ik heb een, uh, een deel gevonden waarin ik zeg maar al kan ontsnappen, als het ware, uit de wereld. En volgens mij is het niet helemaal de bedoeling. Ja. En toen zei hij: Oh shit, man, dat is een fout van mij, kut. Ah, <laughs> serieus? Ja, hij had een fout gemaakt, blijkbaar daar. Dus je kon eigenlijk al ontsnappen uit de wereld. Ja, eigenlijk al wel, maar ik, ja, dat vond ik niet helemaal eerlijk. Nee, dat is ook niet helemaal eerlijk. Je moet het wel op de normale manier doen volgens de regels. Ja, dus toen ben ik maar weer teruggegaan. Uh, dat, dat is ook iets wat bij Milan staat. Hij, hij volgt niet altijd de regels op. Nee? Nee, nee wel vaker dan ik. Maar <laughs> oh ja, ik vind mezelf best wel redelijk vaak aan de regels houden. Ja, Kwas, weet je waar, waar Milan zich echt heel goed aan houdt? vind ik echt heel knap van hem. Doet hij beter dan ik aan de snelheid? Jij rijdt altijd zo lekker rustig volgens de snelheid. En als je 100 mag, dan rijdt Milan liever 80 dan 120. Nou, nee, nee, nee niet te sloom. Liever 90 dan of zo, 95. Ja, dat is alsnog te sloom. Je mag 100. Ja, dat weet ik wel. Maar dus jij ik, rijdt liever slomer dan harder. Terwijl ik jou wel echt uh, een beetje snelheid, een beetje pit erin. Ja, vooral ik, nou, met de auto die je hebt dan. Het liefste rijd ik gewoon cruise control. Dus zeg maar dat je niet je gaspedaal hoeft in te drukken. Dat is en niet chill, hè? Te, niet hoeft te remmen. Ja, nou ja, je moet wel remmen natuurlijk, maar. Nee. Niet remmen, nee joh. Oh, ik heb weer wat gevonden. Een cave, dit is niks boeiends, oké. Okay. Nee, oh, maar Je vindt allemaal dingen en dan denk ik elke keer, oké, dit is het moment en dan toch niet. Nee, helaas, sorry. maar, maar ja, ik cruise control wil ik gewoon altijd rijden en dan tik ik altijd de snelheid in die ik mag. Dus als ik 100 mag, rij ik 100. Uh, als ik 120 mag, rij ik 120 of 122, whatever. Uh, maar nooit harder dan dat. Uh, jij zegt wel liever zachter, maar zachter vind ik eigenlijk ook irritant als mensen zachter gaan rijden. Ja, weet je wat echt vervelend is? Dan heb je een 130 km per uur snelweg. En dan gaan mensen een vrachtwagen inhalen. En die vrachtwagen rijdt <tie> 100. Wacht, heb je het? Ik weet het niet, maar vertel eerst. Ik ga even kijken zo. Oké, okay, en dan heb je bijvoorbeeld een vrachtwagen die rijdt altijd 100 km per uur. Want die mogen maar 100 km per uur. En dan rij je op een 130 km per uur weg, snelweg. En dan haalt een auto die 100 km per uur rijdt een vrachtwagen in met 105 km per uur. En dat duurt lang, jongen. Dat nou, duurt lang en dan weet ja. ik mezelf helemaal op. Omdat je komt met 130 aanrijden. Dus je komt echt mega snel. En dan is alles in één keer van 100 km/u zo sloom. Dat heb ik ook inderdaad. Dat vind ik ook vervelend. Oh, dat is echt maar, irritant. Ik heb iets gevonden, denk ik. Weet ik niet. Ik heb hier een cave. Oh, dit was ineens een zwart gat. En nu ineens zie ik wel wat. Ah, Domme. Je hebt dus helemaal niks. Misschien nee. kan ik nog de Columbus worden van deze aflevering. Ik zit in een cave nog, maar. Ik ga maar anders. Fuck wel Columbus, lekker, man! Fuck Yo, hem. Columbus knol. Columbus was eigenlijk helemaal niet goed hoor. Die heeft gewoon mensen afgeslacht om te bereiken wat hij wilde. Nou, Napoleon dan. Ja, ook toch? <laughs> ja, jezus. Allemaal mensen hebben vroeger die nou, zeg maar, wij allemaal tegen opkijken Die hebben allemaal mensen afgeslacht. Ja, allemaal uh, gemeen. Gemeene ja. mannen. Oh, oh, ik heb nog iets gevonden. Het is nog weer dezelfde cave, maar ja, ik dan vind een zoveel. verdieping Hoog. Maar ik vind gewoon één keer iets en dan is het meteen... Pam, pam. Het is gewoon meteen bingo. Bingo. Groen. Groen. <laughs> ik heb dat laatst nog gedaan. Minecraft bingo. Ja, dat is leuk, man. Dat is inderdaad leuk. Ik wil wel eens een keer een potje bingo. Ik maak je helemaal. Oké, okay, gaan we doen. Twee ja? tegen twee of één tegen één? Eén tegen één, kom op. Eén tegen één, oké. Ik daag Goed Bingo match, bingo. Is goed. Gaan we dan doen. Bingo. Ik riep bingo, maar ik had helemaal geen bingo. <laughs> ja, goede grap, hè. <laughs> toen moest ze lachen. Ja, wel, hoe zei ze dat ook weer? De manier waarop ze het zei is grappig. Weet je, niet, was bij Man bij het Hond volgens mij toch? Ja. En was meteen de grappenmaker van de Bingo Club. Ja. Daar <laughs> nou, ken je die ook, eh, dit is zo'n nieuwe. Hè? Ja! Weer een spleet! verdomme. Oh, wat een leven. Ik tilde mijn wenkbrauwen op ik was helemaal hyped. Zo'n <laughs> hype gezicht van, oh, hij heeft hem en toch niet. <laughs> verdomme, maar... dat, is de, dat is de thumbnail nu. Nee, grapje. <laughs> Thanks, hè. Nou, ik denk dat je veel betere thumbnails eruit kan halen van mijn gezichten die ik heb getrokken. Maar. Oh, ik heb hem, 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 ik heb hem! Serieus, ik heb hem, kom naar me toe, kom, 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 ik heb een tempel! Echt? Ja, ik heb een tempel! Oké, holy shit. Dit is geen huis, maar een fucking tempel, vriend. Holy shit, ik schok maar de hoeren. Fucking cool. tempel? Ja, ik fake hem honderd keer, en dan hoef ik hem maar één keer goed te faken, en dan is het echt, wat, hè? Want ik moet zo zo lang naar jou toe lopen. Kom! Ja, ja. Niet rennen, niet rennen. Uh, nee, ja, dan, dan duurt het nog wel een keer. Ja, maar ik heb niet veel eten meer. Ja, maar ik ga rennen, maar niet springen en rennen. Dat, de combinatie daarvan is, uh, is, doet het een Is killing, ja? Oké, okay, okay, kom ja, maar ik niet. Ja, als jij gaat rennen en je gaat de hele tijd springen... spatie, 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 dan gaat het eten vet sneller af Maar als je alleen rent, dan valt het op zich gewoon mee. Oké, okay, dus ik, uh, ik, ik, ik wacht op je, ja? Want dit, is, dit, ziet, dit ziet er wel echt heel cool uit, hoor. Ko, cool, ik ben heel erg benieuwd. Ik ben onderweg. Oh, ik doe een best. zombie? Wacht even, ik moet even die zombie killen. Ik denk dat er nog wel meer in zit. We moeten echt goed uitkijken voor traps trouwens. Ja, bij tempels moet je altijd oppassen voor TNT. Ik zie daar oh, al wow, een chest. Oh, wauw, ik had een zombie villager tegen, maar daar heb je niets van hè. Nee, ik zie niet wat ik uh, daarmee moet. Oh mijn god, allemaal zombies. Ik denk dat dit uh, hier ook een of andere spawner zit of zo. Spawner ah. kan op zich wel fijn zijn. Hoppakee. Hoppakee. En dood. Nee, nu dan. Dank je. Hey, weet je wat je wel, wel chill is aan het rennen? Oh, no. wacht. Dat doet hij nu niet. Mijn control blijft af en toe vastlopen, dus dan hoef ik hem niet in te drukken. Dan rent hij al uit zichzelf. Oh, dat is makkelijk inderdaad. <laughs> oh, ik ga er nog niet op. Ik ga er nog niet op. Ik wil met jou, ik wil met jou dit even gevoel hebben. Waar de ja, fuck ik, is mijn gang ook alweer? Kut, ik ben mijn gang kwijt. Ik, ik, ik kom straks uit die gang, dus dan weet je het weer. Oh, ja, ja, ik heb hem. Even kijken, ik, ik zie je nog niet, ik kom wel allemaal zombies en skeletons tegen in die gangen. Ja, dat krijg je ervan als je geen torches neerzet. Een lange gang hè? Ja joh, niet normaal dit. Ah oh, ja, ik heb het, ik heb ah! het einde gevonden. Keeper! Okay. Oh, ik hoor hem, ik hoor hem, dan ben ik dichtbij. Ja. Hé, hey, hallo. Hey, je hebt een pijl in je rechteroor. Oh, oeps. <laughs> oh ja, inderdaad. <laughs> Headshot. Uh, heb, je, heb je last van mono geluid? Ah, ah, <laughs> ja. edit hey, grapje. Oké, okay. <laughs> uh, let op, let op, let op. Ja. Ik dacht eerst, ah, spleet, wow, cool. En toen kwam ik toen hier. hier. Boom, oh, dude. Fucking vet, hè? Wow, dit is groot, man. Dit is niet zomaar een tempel. Dit is gewoon geen eens dit... een, een zandtempel. Dit is gewoon een stenen tempel. Ja, dit is echt zo'n eeuwenoude Griekse tempel of zo, ik weet niet. Holy maar shit. ik zie daar een chest. Kloop je met me mee? Of, uh... Ja, ik zal wel heel erg oppassen. Want dit, die torches dat zijn geen normale torches. zijn redstone torches. Ja, ja, ja. ik weet ook niet of dit een trap chest is. Oh, ja, hier kunnen we even naar beneden. Als ik we zie deze buttons. Weghalen. Nee, ik zie geen rood dingetje op die chest zitten. Dus dan is het geen trap chest. Oké, okay, dan open ik hem nu. Het is code 2! Hey! Code 2, die hadden we nodig toch? Ja, dat was de laatste code. Ja, wat? Eh, maar je zou het toch vinden bij een villager? Dit is geen village, dit is een tempel. Nou, ja, bij een dorp waarschijnlijk inderdaad. Maar blijkbaar ook bij tempels. Ja, weet ik veel. Hij heeft niet alles uitgelegd. Holy shit. Oh, nice man. Dus dan heb ik nu alle codes compleet. Uh, nou moet ik eigenlijk nog die tempel in. Ja, ik denk dat het beste hier zou kunnen minen. Wacht even, wacht even. Ik heb een idee, ik heb een idee. Stel ik ga dood, of jij gaat dood. Dan yeah. uh, zijn we basically fucked. En misschien verdwijnt de code dan wel. Dus ik ga even een chest maken hier. Ah ja, dat is een goede. En dan zet ik even mijn code in. En doe ik gewoon even wat anders spul van mij doe ik erin. Uh, die schep heb ik niet per se nodig. Oh, dit zit allemaal vol. Schep. X. Uh, oh, wat de fuck gebeurt er? Waarom wordt alles. gedupliceerd? Wat de fuck hey, gebeurt er? Thanks man, ik ben alles vullen kwijt. <laughs> <laughs> what the fuck! Ik zat hem echt te spelen van wat de fuck gebeurt hier? Heel mijn inventory is leeg thanks bro. Jij gooit alles erin. Ik denk hoe kan dat alles gaat dubbel of zo heb ik uh, reden krediet aan of uh, wat is dit voor gekke shit? Hey, ik pak er wel weer even wat uit. No worries. Wat de hell? <laughs> dat is echt weird. Ja ik doe even wat uh, coole dingen erin. Oh, de eten kan ik wel gebruiken, denk je. Ja, nee, dat is al voor mij. Oh fuck, ik dacht dat ik het had. Nee, nee, nee. <laughs> oké, okay. ja, zo is prima. Dan pak ik het later, pak ik het wel weer op. Ja, is goed. Zo, ja, top. Oké, okay. ik heb alleen een zwaard nu. Oh, hey, misschien is een pickaxe ook wel handig. Is gewoon top, man. Oké, okay. oké, okay, oké, okay, oké, okay. okay, daar gaan we. Je had een idee daarvoor. Hoe, uh, hoe we erin moesten. Ja, ik had een ideetje. Ik dacht als we hier zo ja misschien als we die deuren open doen dan gebeurt er ook iets dus misschien moeten we dit gewoon naar beneden hakken gewoon oké okay, oké okay. dan uh, doe ik het tweezijdig naar beneden hakken ja oké oh, oh, kijk kijk, oh. kijk 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 ik is zie redstone pas op ik zie redstone oké okay, oké okay, uh... oh, ik zie daar een knop zie je dat ook ja zullen we die knop drukken of denk je dat dat alles verneukt oh ik heb ik heb deze knop eraf gehaald ik ga nee, die ik knop drukken ik, ik ga nee, die nee, knop nee, drukken nee het is te dat... verleidelijk ik druk ik druk ja. Ik ga drukken. Uh, waarom doet hij het niet? Ik kan niet drukken. En nu? <laughs> en, en nu hebben we hier Wat een skeleton. is dit? Wat oh, de... armor? Oh, het was een nep skelet. Oh lol. Met een armor stand en weet ik het wat allemaal. Ja, kijk. Het was een <laughs> soort van prank, dat als je hierop drukte dat hij dan eruit kwam zo van: bah! Ja, kijk als je dit. De... <laughs> lol. Geniaal. Nu hebben we wel armor, toch? Ja, ik moet hem kapot maken. Dan hebben we ja, chain armor. Maar ja, ik bedoel, ja we hebben iron armor. Ja, inderdaad. Ik zie hier wel alsnog Redstone. Oh, hier is een gang. Ja, ik zie het. Een pijl met een smiley. Oh, shit. Dat vertrouw ik niet. Oké, okay, ik ga kijken. Rustig aan. Uh, oh, shit. Ik hoor uh, ja, dat je slime oppakt. Ja, ja, dat is oh. leuk. Deze code helpt u verder naar het kasteel. Yes. Oh, wacht. I15. <laughs> yes. <laughs> <laughs> ik zat serieus ook te kijken van... Hè, wat is dit? Ja, ik dacht... Staat hier nou van... Yes, gevonden? Of... Yes, gevonden? What the fuck? Yes! Nee, ik, ik, dit 15. is de Griekse I-15, toch? Uh, dat ja, dat Griekse... is de hoogte. Ja, ja, dat is de hoogte inderdaad. Ja, Griekse I-15. Dat moeten wij... Um, ja, dat is... Ja, weet je wat? We gaan terug. Uh, ja. Kijken of hier nog wat anders te vinden is. Oh, I-15. Nee, we hebben het verkeerd gezien. Wat? Hoezo? Nee, het is toch geen Grieks I-15. Nee, ja, je hebt het veranderd. Ik weet het. Is het is Grieks I16. Ja. Oh, humor. Ik vind hem leuk. Ik hou ervan. Hé, hey, maar Milan, druk eens op het knopje. Welk knopje? Druk eens op de knopje. Wel knopje. Oh, wacht, wacht even. Druk eens op het knopje hier. Oh, wacht. Druk nu eens nog een keer. Hallo! Nice. Oké, okay, ik denk niet dat er nog meer is. Nee, gaan we naar boven. Oh! What the fuck? Wat de. Wow! Het is de onderkant. kant. Ja, dit is de ene kant van de tampon. Dit is de ene kant. Oh man, dit is inside of the tampon. En wat heb je hieronder? Nou, helemaal niks, man. Oké, okay, nou, uh, dan flikkeren we gewoon via hier eruit. Kan mij het schelen. Oh, hier, nee, kom eens, kom eens, kom eens. Hier beneden nog. Oké, okay, kom. En dan hak dit met je, met je silk touch. Dat ijs. Dit ijs. Dan heb je ijs. Ik heb geen silktox in mijn handen. Je hebt het schep, toch? Oh, ik ben een skelet! Ah! Ah! Ik pak die schep wel even. Silktox-schep. Goed idee. Dan hebben we okay. ijs, man. Dat is leuk. Ik, ik pak mijn spullen. In ieder geval de goede, bekende spullen. De wereldberoemde spullen. Ja. Die kobbel hoef ik allemaal niet. Zo. So... Ja, volgens mij heb ik hem op adventure mode of zo. Want ik krijg, als ik hak Iron Ore, dan krijg ik die Iron Ore terug. Maar ik heb geen... En charm het op, mijn pickaxe. Volgens mij heb ik hem dan in Adventure Mode, of niet? Man, man, man. Heb je wel lopen snoepen? Is dat gebukt of zo? Of uh, is dat... Uh, ik weet niet. Milan, je ziet ze vliegen. Nee, ik heb iets fout gedaan of zo met het uh, begin van deze serie. Ik weet niet. Of het uh, begin van deze aflevering. Ja, vanaf het begin doe je het al fout. Begin maar overnieuw. <laughs> <laughs> ja, helemaal overnieuw, guys. Ja, helemaal kut, Milan. Dit. Kut! Ja, jongens, Stoppen. we moeten alles faken. <laughs> Nee, uh, wij gaan terug naar, uh, uh, naar het begin. En dan heb ik design in mijn hand. En dan ga ik met design ga ik even neerzetten van uh, ja, dat het I15 is. Ja, wil je wel wat eten achterlaten? Dat zou ik echt heel erg op prijs stellen. Ja, ik uh, laat wat meloenen achter. Want anders je, komt, dan... uh, je komt ze langzaam tegen. Oh ja, ik zie het. Oh ja, thanks. <laughs> ik heb, maar ik heb ze zelf ook nodig, want het is echt een lange rit terug. Oh, shit, ik zie een groene man op de, op de weg. <laughs> ja, en dan loop je naar mij toe. Ja, jij mag hem aan. Oké. Okay. <tie> ta 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 Jij ja, bent mijn bodyguard. Ta ta ta. Call him! Ta 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 Wow! En je kreeg veel damage <tie> ja, ook. Da ta, da. <laughs> Dat was goed, toch? Nice. Wie ben jij van die A-team? Wie, wie van de drie of vier? Ik ben de Dacht ik al. I'm Iedereen, a G. <laughs> nice. Yep. Ah, het is nog een hele lange weg terug terug, <NY Commons> dan ga je alles <laughs> doen met die melodie. terug, <eighteen fervoleps> <Aubain> oh ik heb honger, honger. we hebben trek. oh doe een duimpje omhoog. in een lekker bek. trek. ik dacht <harmonic> je gaat duimpje omhoog doen, maar niet. yo, ik heb een boog, net als Robin Hood, en ik hou hem hoog. doe een duimpje omhoog. Hé, hey, dat is goeie. Hou die is, duim omhoog voor een duimpje omhoog. Nou, ik weet het niet hoor, duimpje. En blauw duimpje, blauw duimpje omhoog. We zijn Jezus, er! Man, wat lang, echt niet. Ah. Jawel, we zijn er. Oh, dat was eigenlijk sneller dan verwacht. Nou, uh, hup, meteen door naar, uh, de naar uh, het kamp. Ja, maar ik ga het nooit redden met het eten, man. Jawel, joh. Nee, joh. Ik heb nog uh, vier oh. en een half. Ja, verkeerde afslag. <laughs> Ja, ja ik zit niet zo voor mijn neus tevreden, jij. Oh, dit is zo lekker, oh, Andrew. Oh, ik heb helemaal ja. niks meer, man. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Ik heb er nog twee, man. Ja, gewoon niet eerlijk delen. Hè. Je hebt gewoon heel je voetbar vol. Uh, ik heb hem bijna anderhalf, heb ik hem. Okay, leeg. Nee, ik red het zo wel, denk ik. Als in, ik heb hem anderhalf vol? Anderhalf vol of anderhalf leeg? Anderhalf leeg. Ik weet het niet. Ja, dat is altijd een leuke vraag, hè? Glas half vol of glas half leeg? Ja. Nou, weet jij het? Ja. <laughs> ik ben een lekker eerder, <laughs> Pa pa, pa, pa. <laughs> Ja, je moeder is kut, tot is zo ver, je ziet me al gewoon niet meer. Ja, dacht je bent hier linksaf gegaan. pa pa, pa, pa. <laughs> Hier, druk deze knop in en dan ga je naar de hel. <laughs> <laughs> en hij drukt. I'm, I'm still here. <laughs> ja, tuurlijk, Ik even uittesten, natuurlijk. Hey! Hey! Hey, kom eens terug! Hey, hey Kom eens terug! Jij ja, komt eraan. Nee, wacht even. Ja. Hey, kom eens terug! Jij ja, komt terug. Hij hey, je terug kopen. Je <laughs> Hier, een stukje. Ah, enzo! <laughs> Wat, wat ben ik, Milan? Jij bent uh, echt de lelijkste persoon die je kent. Nee! <laughs> oh, nu ben ik niet op tijd, nu ben ik niet op tijd. Kalm! Hey! Oh, Milan, ik val naar beneden! Ik ben, <laughs> wat? Ik schrok me helemaal dood! Ik ben naar beneden gevallen! <laughs> dat ben je is niet. is dit? Oh, dit stukje hebben we gebouwd en gevonden. Oh my god, ik schrok me helemaal op pleuris. <laughs> Lekker voor je karma. Oh my god, ik moet weer omhoog. <laughs> Helemaal geen woordje yeah. met instortgevaar of zo, helemaal niks. Lees een boek voor onderweg. Oh, ik dacht dat was een broodje. Ja, ja, een broodje. Oh, ik kan niet meer Roekje. rennen. Ik kan niet. Oké, okay, ik heb hier nog een meloen voor je. Yay. Hier nog één. Dat was een boek, het. Ik ga een boek over je schrijven, hoe je mijn leven hebt gered. Ja, dat zou ik wel leuk vinden. Ja, dat dacht ik al. Met de titel Sterf? Vraagteken. Bel Milan. Hmm. Oh ja, dit heeft Jeremy gedaan. Dat is zo'n stairs. Nee, ik dus dat hij dat ook echt heeft gedaan. Wow. Wist ik helemaal niet. Dit is een massage. Brrr. <laughs> <laughs> We zijn er eindelijk yeah, weer. Fuck, fucking Casey, nice. Casey. Fuck, jongen. Jij moet gewoon een keer vastgemaakt worden. Hier, SM-greep. Hoppakee. Nice. Uh, zit vast. Wat was het ook alweer? Fuck, ik ben het vergeten. Oh ja, hier. Voor het kasteel: tip 6 plus 8 is 68. Je hebt een de echt een vakman, Miloan. Denk goed na. En dan heb je 1, 2, 3, 4. Eh, uh, Ik heb 1, 2, 3, 4 codes gebruikt. Dus de Z is 1, 2, 3, 4. Ja. De I. Even kijken, dus kasteel. De Z is 1, 2, 3, 4. En ja. de I is. Wat was het nou? 16. Nee, dat maakte jij ervan. Wat was het nou ook weer echt? Je ja, hebt geen idee. 15. <laughs> Nee, dat was het 15? Ja, dat was uh, 16. Nee, dat maakte jij er toen van met die, met die joke, met ja, die copplestone ertussen. Ja, 15 toch? 15, oké, okay, dan weten we de X alleen nog niet. Hey, Denk wacht. ik. Ik vind dit zo treurig. Ik, ik, even. Ga, ik ga even uh, Jurien aankleden. Is goed, man. Ik vind dit een beetje treurig. Code ja, we hebben alle codes. Kijk, ik Zodra heb hem uh, armor gegeven. Gezet. Deze ja. hebben we gevonden. En uh, dat yes, was het. Hem gevonden. Ja, Ik weet nou niet of het. Kijk, ik weet nou niet, jongens, jullie moeten even weer helpen. Net zoals de vorige keer. Jullie waren fucking goed met die tip van dezelfde x en y als het dorpje waar het was. Want daar had je gelijk in. Um, nu heb ik jullie hulp weer nodig met het volgende. Hoe kom ik achter de x van het kasteel? Ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. De hoi, 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 Z hoi. is dus 1, 2, 3, 4. Dus 6 plus 8 is 6, 8. Dus 1 plus 2 plus 3 plus 4. Dus dan is het denk ik het gewoon 1, 2, 3, 4. Denk ik. De I hebben we gezien in dat uh, tempel. Dat is 15. Maar wat is dan de X? Wat is dan de X? Ja, ik lastig is dat. Ja, maar dat, dat, dat is echt een lange zoektocht dan, hoor. Echt lastig. Wat, wat dan de X is. Want de X... Ja, jezus. Het kan alle kanten op zijn. Ah, wat leuk en zo. Wat leuk. Kijk, ik heb er nog één. Die kunnen we aankleden. nee. Mijn plekje zie je toch? Oh ja, ik heb hier nog wat kleren. Alsjeblieft, doe je ding. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken, bedanken voor het liken. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met de X. Ik ben heel erg benieuwd. Um, check Enzo's kanaal in de beschrijving. Ik heb ook een keer meegedaan in zijn survival aflevering, dus check die aflevering sowieso. En dan zie ik jullie graag volgende week vrijdag uh, om uh, 5 uur met een nieuwe aflevering van Underground Survival. Doei!